We gaan het vandaag hebben over de langermaakregel. Soms heb je een woord dat eindigt op een t-klank. Bijvoorbeeld het woord mand. Ik hoor dan niet zo goed of dat ik het met een t of met een de moet schrijven. De regel is: maak het woord langer. Dan hoor je de de of t. Als ik het woord mand langer maak, dan hoor ik manden. En dan weet ik, ik moet mand met een de schrijven. Oké, ik ga mijn presentatie stoppen. Zo. Oké, wij gaan nu samen een woord oefenen en dat woord is paard. Hak het woord paard maar eerst in stukjes. A-R-T. Hoor jij een t-klank op het eind? Ja. Wat moet je dan doen? Langer maken. Paarden. Dus ik schrijf paarden. Paard met een de. Heel goed. Schrijf hem maar op. Ja, helemaal goed geschreven. Nou mag je zelf het woord voet schrijven. Hoe? Ik maak hem langer. Voeten. Dus ik schrijf voet met een t. Ja, heel goed gedaan.